Hallo, ik ben Ida van Fietsvoordeelshop. Vandaag ga ik u laten zien hoe u een versnelling maakt. We worden vaak gebeld over problemen met de versnelling en dat de fiets doortrapt. Vandaag ga ik u laten zien hoe u dit maakt. Zorg dat de fiets in de vierde versnelling staat. U kunt hier dan zien of de gele of de rode strepen tegenover elkaar staan. Dit is alleen bij een Nexus 7 en 8 versnelling. In dit geval staan de strepen niet tegenover elkaar. U kunt dit stellen met de schakelaar. Draai de schakelaar naar voor of naar achter. Hiermee gaat de versnellingskabel strakker of losser. Schakel de fiets daarna weer terug en weer naar de vierde versnelling. Zoals u ziet draait u dus nu de verkeerde kant op. U moet dan de andere kant op draaien. De streepjes staan nu tegenover elkaar. Dit betekent dat de versnellingen nu goed staan. Zorg altijd dat u nog een stukje fietst. Het kan zijn dat de versnellingskabel iets losser wordt omdat u dan wat vaker schakelt. Schakel de fiets dan weer terug en herhaal dit. Blijft u nou problemen houden met de versnellingen, kunt u de versnellingskabel vervangen. Hierover hebben we een andere video staan op YouTube of u kunt langs bij een van onze winkels.